Nee, je ziet hier de iPhone 5 met de Bluetooth hartslagmeter. Op dit moment heb ik een band om. Dus deze band is meer als voorbeeld, want het is eenzelfde band heb ik nu om mijn middel. En je ziet hier mijn hartslag. Dus daarom wordt die geregistreerd. En de hartslag kun je weergeven op je iPhone 5 en 4S. En je kunt meerdere hardloop-apps gebruiken. Dit is de app 60Beat, zoals je ziet. En misschien ken je die niet, je kan ook Endomondo en andere hardloop-apps gebruiken.